maar hier. Ah. En ook die darten hier. Gaan we weer? Ja, we gaan weer. Hey! Daar zie ik nu weer. Ja. Heute auf Deutsch auch. Hallo. Hoi. Daar zie ik nu weer. Ja. Heute auf Deutsch auch. Weil wahrscheinlich auch unser Einheimische mitschauen mit uns, ja, die gucken auch unsere Vlog. Und wir haben das Musikkapelle gehabt in unserer Straße, in der Siedlung. Und dann nach der Musikkapelle gab es noch ein kleines Feier hier bei uns in der Mehrwertstube. Kleine? Ja, wie große Party haben wir gehabt. Ja, mal sehr schön. Ja, also machen wir das auf Deutsch heute und auch auf Niederländisch. Was machen wir noch mehr? Wir haben Fahrrad gefahren und mit Bergrollen sind wir. Bergrollers? Ja. Von Bichelbach nach Berwang. Berwang gefahren. Und nach Bichelbach. Ja. Ja. Und unser Sohn war die letzte Woche da, haben wir viele Fahrrad gemacht. Für Spaß gehabt. Also, schau mit uns. Ja. Nou, wat je al hoorde, we doen het ook in het Duits. We hadden het dorpskapelle was bij ons in de straat. En we hadden onze wc beschikbaar gesteld. En omdat toch iedereen al bij ons naar de wc ging en het werd 's avonds laat wat kouder, kwamen ze ook naar binnen toen alles afgelopen was en buiten wat kouder was geworden. En is er een spontaan een klein feestje, afterparty bij ons geweest. Ja. Dat was leuk. Ja, dat was heel leuk. Ja. Gezellig. En we zijn met Nick op pad geweest. Ja, daarna zijn we met Nick op pad geweest. Dat was de laatste week dat hij er was. Dan zijn we met de bergrollers, met de steps van Berwang de lift naar boven en dan naar beneden. En veel gefietst ook nog met hem. Ja. Leuke beelden met zijn GoPro'tje. En we hebben ons vermaakt. Dat en ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Ja. We gaan eerst met de bergrollers rollen. De steps. De steps. Lekker kijken. Nou, we zijn weer aan het bergrollen. Op de steps. Hey. Yo. Bochten. En dan hebben we Berwang. Het is droog, een beetje bewolkt, maar zalig. Als het goed is, komen die twee gekkies en zo aan. Hey!
Zo, nou, we zijn lekker aan het fietsen. Helmpje op. En we zijn even gestopt, want ja, dit is toch wel echt prachtig. Echt prachtig. Dus ja, moesten we even stoppen. Dus, en nu gaan we weer verder. Dus ik ga weer naar de fietsers lopen. Even kijken dat ik niet in het water ga staan. Hopla! Zo. Lopen we even naar de ouders toe. Zo. En dan stappen we weer op onze fietsers en dan gaan we weer verder. Zo. Zo. Dat is toch prachtig. Oh, door de bosjes. Gaan we weer? Ja, we gaan weer. Hey. We gaan biekelen, naar boven fietsen. Ja, dat wordt aardig even strijden. Ja. Maar dat gaat ons lukken. Papa. Nou, ik was al naar boven gegaan. De mannen waren nog aan het foto's maken, video's filmen. Enzovoort. Maar ik geloof dat ze nu ook startklaar zijn om naar boven te komen. Ja, er gaat bewegingen komen. Het is een aardig klimmetje hier naar boven, kan ik vertellen, het laatste stukje. Gelukkig hebben we ondersteuning. Maar het is best pittig. Ja, het is een pittig stukje. Ah, jullie hebben ondersteuning op 3 staan. Dat kan niet anders. Ja, 2. Oh, kijk eens, mooi. Ja. Dat had ik al gezien. Ja. Mooi, hè? Van de ene verbazing in de andere verbazing. Ja. Wat waanzinnig. Ik zal hem even inzoomen voor de kijkers. Kijk, hoe mooi. Super. Ja, hier kan nog genoeg water bij. Er liggen hele droge stukken nog. Ja, ja, ja. Dus, Oh, het zonnetje komt lekker. Oh, het wordt een topdag. Is het al toch? Ja. Ja. Nou, gaan we weer door, hè? Ja. Tot de volgende. Ja, doei. Fietstochtje van Riene naar Riede aan het doen. Ja. Hey. Mooi, hè? Ja, heel mooi. Mooi, hè? Ja, heel mooi. Kijk eens, joh. En dan komen we daar straks bij een stoelmeer uit of zo. He? Ja, de Stouwzee. De Stouwzee? Ik heb hem nog nooit gehoord. Nee, ik ook nog niet. Ik ga hem meemaken. Maar dit is de uitmonding van de roodvlegval, hè? Ja, de roodvlegval. Echt waanzinnig. Riemen. Met Riemen naar beneden. Ja. Weer met Joris' fietsie en onze fietsies. Ze doen het goed, ze moeten werken. Het zijn aardige klimmetjes. Wij ja, wij ook. Ja, we ja. Een holletje. En als we over rood gaan bij de Ehrenberg, dan. Dat zijn helemaal grote holletjes. Dat worden leuke holletjes. Die heb ik wel al gezien en gedaan. Ja. Alleen op een andere fiets. Dat is een beetje pittig. Dat doen we niet meer. Ja, het is wel mooi. Nou, volgens mij zijn we daar bij het Stoelmeer. En kijk eens, hé. Oh, dit is mooi. Super, hè? Hey. Ja, echt mooi. Ja, gaaf, hoor. Mooie route. Hele mooie route. Kijk eens, jongens. Grandioos. Nou, we staan op Stoelmeer nu.
daar een watertje, een stukje terug een watertje. Overal komen ze uit de bergen naar beneden. En dan kijk eens hoe diep het hier is. Jongens, 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 waanzinnig. Kijk eens. En dan staan we met de fiets hoor. Dan gaan we straks verder, richting Ruiten. Jongens, wat mooi. Naar een pad, we zullen daar straks nog wel naartoe fietsen. Kijk eens. Woe. Jongens, wat waanzinnig. Echt top. En daar fietsen we. Dan gaan we straks naar beneden. Daar komen we vandaan. Ja hoor, tuurlijk weer. Hij maakt met zo'n zware fiets weer een wheelie. Oeh, Nick. Ja, op is wel zwaar. Hoppa. Ja, berg op en dan... Hier wordt het vlak. Hè? Oh ja. Hoppa. Lekker hè? Lekker. Nou, volgens de hele tour met een gids. Jongens, kijk eens hè, heel mooi wat we tegenkomen. Fotomomentje. Ja, zeker. Oh, wat mooi zeg. Hier. Als je dit op de fiets doet, wat je allemaal tegenkomt. Dorpje beneden. Wat moet dat zijn, Rieden? Rieden, ja. Ja, waarschijnlijk dorpje Rieden. Rieden. En daarachter zit nog een dorp helemaal. Daar gaan we denk ik ook naartoe fietsen zo. Super. Dat is een hele groep met een gids die voorbij komen. En dan ga je onder begeleiding maken die tour. Hartstikke leuk, gezellig. Top. Nou, dan komen ze van de Ehrenberg met de ziplijn naar beneden. Mjong. En daar komen ze. Oeh. En remmen. Ja, ik ga ook wel eens klimmen. Jij gaat weer klimmen? Nou, zie je zo. Succes! Ja, dank je. We gaan klaarzetten voor het plaatsconcert. De koelkasten met de drank, de grill en dan de biertafel zo neerzetten. En dan komt daar het plaatsconcert. En dan kunnen ze bij ons naar de wc. Dus alles bijvullen. Koelkasten vullen. Nou, dat gaat goed komen. Het is mooi weer. Dus weer genieten. Na een paar dagen harde regen. We hebben weer lekker weer. Nou, komt de muziekkapelle.
geklappt hat. Und vorab möchte ich eben die Bodi und dem ganzen Team was für die Verpflegung. Hallo! Hey, cheers! Hallo! Hallo, buren! Alles klaar? Is nou gezellig hier. Ah. En ook die darten hier. Ciao papi. Ciao. Ciao mami. Oeh! Hey. Waar is Katja? Twaalf. Ah. Ja. Kijk eens!
van Berenbad, Berwang gaan we naar Eerwald toe. Of naar Wiegelbach toe. En ja, beneden komen we een partij paarden tegen. En dan gaan we tussendoor fietsen. Met hoop dat ze ons met rust laten. Kijk eens, hé, wat mooi. Wat veel. Daar staan ze, lopen ze allemaal. En wat een mooie paarden, zeg. Gaat weer naar huis toe. Doei. 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 Veel plezier. Voorzichtig. Nou, wat een visite hadden we van de week. En onze superfan uit België, die stond voor de deur. En we hadden een lekker stukje kaas meegenomen voor ons. Het oude kaas. En dat komt goed uit. Want we gaan vanmiddag gaan we lekker barbecuen bij onze Belgische vrienden. En die hebben we ook nog even gekregen. Die gaan we even lekker nuttigen. Ik hoop dat morgen met normale ogen wakker wordt. En de oude kaas. En een beetje Nederlandse bij appelstroop erbij. En nou, ze waren gisteren ook naast ons huis bij het plaatsconcert. En daar hebben ze ook van genoten. Hartstikke leuk. Tot de volgende keer weer. Nou, dat was hij weer. Zo, dat was voor heute. Ja. Ja. Nächste Mal wieder een vlog. Dan nur auf Niederländisch, leider. Maar mijn Deutsch is ook nog niet zo goed. Also, een beetje üben, dan geht's goed. We hebben een schönes Feier gehad. Met de Leute van de Musikkapelle, Leute van ons dorf, van Wichtbach. Ja. En van de Siedlung. Ja, onze Nachbarschaft. Ja. 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 Was sehr schön, sehr nett. Ja, ja. Und ja, wir hoffen, das vaker zu tun. Ja, sicher. Wir hoffentlich geht's öfter. Ja. Wir haben noch keine Genehmigung. Wir haben alles verschenkt. Wir haben das alles gratis gemacht. Und ja, der Architekt erwartet, dass es noch ein halbes Jahr dauert ungefähr, vorher wir eine Genehmigung haben. Wir sind dran, wir machen alles möglich, was wir können. Und dann hoffentlich passt es innerhalb ein halbes Jahr. Und was wollte ich noch mehr sagen? Ja, wir hoffen, das vaker zu tun. Ja, ja, wenn wir eine Genehmigung haben, hoffen wir, dass wir
Ja, nur meistens einmal in der Woche, mindestens muss ich sagen. Ja. Ja, einmal in der Woche machen können, ein bisschen feiern und vielleicht für die Kinder, die Familie auch, im Winter auch nach dem Skifahren, dass wir eine kleine Halligalli-Feier machen können. Für uns selbst und ja. Für alle aus Bichelbach auch. Für alle aus Bichelbach, für alle Anlauf Gäste. Ja. Und für uns, wir haben viel Spaß darin. Ja. En dat hadden we in de Nederlanden ook. Ja. En hier ook. Dus hopelijk. We verzoeken het sneller. Het, hopelijk gaat het snel. Ja. Dus. Nou, dat was hem. De volgende vlog. Ja, dat was hem eigenlijk. Ja. We hebben het heel erg naar ons zin gehad met het feestje. Zeker, dat smaakt naar meer. Hè? Ja. We hebben zin in de toekomst. We zijn met de vergunningen bezig. Er is een architect voor ons nieuwe plattegrond aan het tekenen. Want die moesten gemaakt worden. Ja. Die anderen waren te oud. En die ziet het rooskleurig voor. Het duurt nog wel eventjes. Ja. Hij zegt, ik beloof niks. Kerst en oud nieuw gaat het café nog niet open. Nee. Maar ik hoop de krokus, februari, maart, dat jullie open mogen. Maar ik zeg niet... Ja. Dat het open is en ik zeg niet dat het dicht is. Ik beloof niks. Onze dorpsgenoten wilden al handtekeningen ophalen, petitie indienen dat we open moeten. Ja, die willen zo graag dat het weer open is. Ja. En ja, wij zelf ook. Ik vond het ook helemaal leuk. Dus, we hadden het zelf ook weer helemaal nels in die avond. Zoals in Rotterdam. Ja, een beetje weer. Ik denk dat het hier ook gaat lukken. De gezellige avondjes meemaken. Hè? Ja, ja. Ja. Maar we moeten nog even geduld hebben. Ja, we houden jullie op de hoogte. Zeker. Bij de volgende vloggen. En, Als er wat verandert, dan horen jullie het. Ja, blijven kijken. Dus tot de volgende vlog. Tot de volgende. Doei. Allemaal triplemo's. En dan komt daar Peter aan. Daar zijn die heren. Ja. Wat doen die in het wassen? Een pipi. Ja, en dan blijven we even eten bij chef Peggy. Daar zit onze wateraansluiting. Volgens jou doe je ook mee, Is?